Hun resort staat er weer prima bij nadat het terrein bijna een jaar lang werd bewoond door vluchtelingen, sporters en vierdaagse wandelaars. Dinsdag werd het terrein teruggegeven aan de gemeente Heumen en Nijmegen. Nou, er is natuurlijk bijna een jaar is het terrein in gebruik geweest door een heel groot noodopvangcentrum, het grootste van Nederland. 2600 mensen hebben er gezeten met alle voorzieningen die daarvoor nodig zijn. Ja, we hadden wel een afspraak met het COA om na afloop het terrein weer op te leveren in de oorspronkelijke toestand. Maar we dachten van ja, oorspronkelijke toestand. Is dan van elke vierkante meter een foto gemaakt of zo? Dus in plaats daarvan hebben we gewoon een plan gemaakt, samen met het COA onder andere. Van ja, zo zou het eruit moeten komen te zien als het weer opgeleverd is. Dan is de natuur, wordt er misschien ook alleen nog beter van. En zo is het gelukkig gebeurd. Dus we zijn heel erg tevreden met hoe het nu opgeleverd is. Het ziet er hartstikke mooi uit. En ik denk dat Heumense Oord er per saldo van is opgeknapt. Als natuurmonument monitor je altijd het gebied. Dus je weet gewoon elk jaar hoe alles eruit ziet. En eens kijken, we hebben toen het COA hier wegging, hebben wij gewoon allerlei. Hebben we de wegen hersteld en we hebben vennen aangelegd en we hebben een beplantingsplan gemaakt zodat er straks allemaal nieuwe bomen aan geplant worden. Dus daarom vinden wij dat het straks er beter bij ligt dan dat het voorheen erbij was. We staan hier op het laagste gebied, op het laagste punt. En we hebben nu het terrein enigszins vergraven, zodat al het water wat normaal op de zandwegen eruit spoelde, dat het nu onder de weg doorgaat en dan hier in het vent terechtkomt. Hier op Heumense Oord hadden we voorheen helemaal geen open water. En nu hebben we een ven waar gewoon permanent water in staat. En we hebben al sporen van de dassen gezien. We hebben al reeën bij het water gezien. Dus voorheen hadden die hier gewoon geen drinkwater. Dus dat is echt de meerwaarde van deze pool. Je moet een plan hebben en je moet uiteindelijk geld hebben en de wil om het aan te leggen. En we hebben hier met een projectteam van wel 10 mensen aangewerkt. En dat is het leuke, dat je dan iedereen zijn inbreng heeft en dat je dan nu echt een maximaal effect hebt. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.